Vandaag het derde deel van de terugblik op het jaar 2020. Een bewogen jaar, waarbij ik nu graag wil ingaan op de initiatieven die zijn ontstaan in onze samenleving. Talrijk, kleurrijk, van mensen, voor mensen en om mensen heen. Spontane acties om aandacht te geven, elkaar niet in de steek te laten. Want de maatregelen die getroffen waren, hebben en hadden grote impact op ons dagelijks leven. Van ons allemaal, maar in het bijzonder op het leven van kwetsbare mensen. Als het sociale leven tot stilstand komt, ligt eenzaamheid op de loer. Dat gold in de verpleeghuizen tijdens de eerste lockdown, maar dat geldt ook en nog steeds achter heel veel voordeuren. Via onze website Come Together worden talrijke hartverwarmende initiatieven gedeeld. Ongetwijfeld herinnert u zich de raamposters die massaal verspreid zijn door een leger van vrijwilligers. Via die posters werd vraag en aanbod van hulp uitgewisseld op een eenvoudige en laagdrempelige manier. En een ander hartverwarmend initiatief dat ik graag wil noemen is de Belbrigade. Een lichtpuntje in coronatijden voor veel eenzame ouderen. De vrijwilligers van de Belbrigade bieden hen een luisterend oor en helpen zo om voor even de eenzaamheid en wat zorgen weg te nemen. Ook onze moslimgemeenschap werd geraakt door de coronamaatregelen. Zo was de traditionele viering van het suikerfeest aan het einde van de Ramadan dit jaar niet mogelijk. Maar ook hier ontstonden hartverwarmende initiatieven om mensen te ondersteunen die noodgedwongen thuis moesten blijven. Een van die initiatiefnemers was Gaib Ramdani. De impact van corona op onze organisatie is heel erg lastig. Ik denk dat iedereen het moeilijk heeft op dit moment. Vooral de horeca, die hebben het heel erg moeilijk. Dus ik denk dat we gewoon met z'n allen het beste ervan moeten maken. De gebeurtenis die het beste impact op ons heeft gemaakt is toch de iftarmaaltijden wat we met heel veel jongeren hebben gedaan in de corona. De Ramadan hebben we met heel veel jongeren heel veel maaltijden bezorgd. En daarbij was gewoon iedereen aangesloten, de ondernemers, vrijwilligers, jongeren. Het was een samenwerking van iedereen en dat heeft toch het meeste indruk op ons gemaakt. Ik denk dat na de corona, na de crisis, de mensen nog steeds elkaar moeten blijven steunen. Er zijn heel veel mooie initiatieven ontstaan tijdens corona. Dat moet gewoon vastgehouden worden en mensen moeten elkaar blijven steunen. Dat de coronacrisis iedereen raakt, is duidelijk. Maar ook onze ondernemers zijn hard getroffen door de crisis. Daar ga ik een volgende keer op in.